Dit is Felix Baumgartner. Op 14 oktober 2012 sprong hij van 39.045 meter. En het beginstuk deed hij zonder parachute. Dat was toen een wereldrecord. En dat zag er zo uit. De volgende is wat je ja. Aan de lijst met zie. Alleen niet zie. Sometimes, you have to get up really high. How small you are. I'm going home now. Jump away. Showing Felix in a stable descent. We're coming your way, bud. Hey, Felix, the wind is coming from the ridge. And Felix is back to earth safely, the new world record holder. Zo'n sprong vanaf zo'n hoogte, en dan zonder parachute. In het begin mag je de luchtwrijving verwaarlozen, noem het een vrije val. En iemand die daar ook nog meer over heeft verteld, dat was meneer Galileo Galileo. Dat is hij. Hij zei, de valbeweging van een voorwerp is onafhankelijk van zijn massa. En daar waren mensen nog even verbaasd over dat hij dat zei. Maar hij wist het te illustreren met het volgende voorbeeld. Stel, we nemen twee potloden. Die twee potloden, identiek, houden we naast elkaar maar een stukje van elkaar af. Als je ze dan laat vallen, vallen ze even snel naar beneden, want het zijn dezelfde voorwerpen. Maar als je ze nou naast elkaar houdt, zijn het nog steeds de tweezelfde voorwerpen. Ook als je ze tegen elkaar aanhoudt. Maar effectief zijn het. Is dat één voorwerp dat teken zo zwaar is. Maar het zijn dezelfde potloden als van net, dus die zullen nog even hard vallen. Dus een voorwerp dat teken zo zwaar is, valt even hard als dat enkele voorwerp. Hij stelde een experiment voor om dat te illustreren. Namelijk om naar de top van de toren van Pisa te gaan. Dat is waar hij ook woonde. En dan met allemaal gelijke kogels, althans gelijk van formaat, maar wel met dezelfde stof. En dan zijn ze dus van, hebben ze niet dezelfde massa. Zijn niet even zwaar. Als je die dan tegelijkertijd van de bovenste balustrade van de toren van Pisa loslaat, dan zouden ze gelijk op de grond moeten komen. En ondanks dat, waarschijnlijk is dat geschiedkundig niet waar dat hij dat zelf heeft gedaan, maar het experiment is wel uitgevoerd en inderdaad, de kogels werden waargenomen als gelijktijdend op de grond vallen. En daar hebben we ook nog een filmpje bij dat illustreert. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather. Our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time.
about that? Mr. Galileo was correct in his findings. Een hamer en een veer die gelijk op de grond komen. En de reden? Er is geen luchtwrijving op de man. Dus dan is het een vrije val. Iemand die daar een verklaring voor gaf, dat was meneer Isaac Newton, Sir Isaac Newton, die op een goede dag in de boomgaard van de Universiteit van Cambridge zat. En toen gebeurde er dit. Er viel een appel naar beneden. En dat bracht Newton op een idee. Hij dacht Galileo en zijn experiment met zijn kogels van de Toren van Pisa. En zelf was hij bezig uit te vogelen waarom de maan toch om de aarde bleef draaien. En hij kwam tot de conclusie, door het vallen van die appel, dat heeft maar één reden, zwaartekracht. Zwaartekracht. Hoezo dan, zwaartekracht? Laten we dat dan maar eens even gaan bewijzen met die krachten. Als een vrije val, we spreken van een vrije val, als de zwaartekracht de enige kracht is die op het voorwerp werkt. Dus er is geen luchtwrijving, dan heb je voor de rest niks anders meer. Dus alleen de zwaartekracht werkt op het voorwerp. Dan is de zwaartekracht automatisch ook gelijk aan de resulterende kracht. Dus, FRS is FZ. De tweede wet van Newton zegt, FRS is MLA, massa maal versnelling. En de formule van de zwaartekracht zegt, zwaartekracht is massa maal G. En kijk nou eens even. Aan beide kanten staat een M. Die valt weg. En dan hou je over dat de versnelling gelijk is aan G voor alle voorwerpen, onafhankelijk van de massa. Dus inderdaad, bewezen. Dit is de... Galileo heeft gelijk. Alle voorwerpen vallen even snel, dus onafhankelijk van de massa. Daar hebben we natuurlijk ook nog bewegingsvergelijkingen voor. Dat is een eenpaarversnelde beweging, want we hebben zojuist bewezen dat de versnelling constant is. Dus alle voorwerpen krijgen de verzelde versnelling, g. Dan hoort daar de volgende formule voor de snelheid bij. We gaan even vanuit dat het, dat is een valbeweging. Een valbeweging is een beweging die begint met snelheid 0. En dan is de snelheid gelijk aan g maal t. En dan kan je ook nog eens een keer gaan uitrekenen wat de afstand dan is die heeft afgelegd. Dat is namelijk I is een half gt kwadraat. Dat mag je vergelijken met de formule voor een eenpaarversnelde beweging. S is een half at kwadraat. A hadden we al gezien is gelijk aan g. En de s, dat is de afgelegde afstand. Die noemen we hier I omdat het verticaal gaat. Het is gewoon gebruikelijk om het verticaal de I te noemen. Dus inderdaad. De vrije val is een eenparig versnelde beweging. G, hoe zit het dan met die g? Die noemen we de valversnelling. Ook wel de zwaartekrachtsconstante. En zo constant is hij eigenlijk niet. Het is op alle planeten anders. En zelfs op aarde is hij niet overal hetzelfde. Hij is gemiddeld op aarde 9,8 meter per seconde kwadraat. Hij varieert op aarde van 9,78 meter per seconde kwadraat bij de polen. Op de evenaar tot 9,83 meter per seconde kwadraat op de polen. In Nederland zitten we daartussenin. Daar is het 9,81 meter per seconde kwadraat. Als we hem even concentreren. Hij is echt afhankelijk van waar je bent op aarde. In Den Haag is die gemiddeld 9,8126 meter per seconde kwadraat. En als je nou eens een bekende plek in Den Haag kiest. Bijvoorbeeld het Plein. Daar is die zelfs nog iets significanter. 9,812653. Dus je kunt echt op afhankelijk van de plaats op aarde waar je bent, bepalen wat die g nou eigenlijk is in meer significante cijfers. Afhankelijk van hoe nauwkeurig je je noorderbreedte kent. Want hier staat de formule waarmee je kunt uitrekenen, die hoef je overigens niet te kennen, waarbij die alfa die in deze formule staat, je noorderbreedte is. En moet je dan andere planeten hebben, pak dan je Binas tabel en zoek in tabel 31. En tot zover alles over de vrije val.